Waar kom jij nou ineens vandaan? We hebben even een cadeautje gekocht. Is Janine er al? Nee, maar de taart wel. Komt ze überhaupt? Ja, ze is onderweg. Loop je mee? Nou, ik zal haar even opvangen, zal ik dat doen? Ja, ze moet toch geïnformeerd worden? Ja, je moet echt even tegen haar zeggen dat ze surprise moet roepen als Vincent binnenkomt. Ja. Waarom heb je die teruggebeld? Ik hoor jouw berichtje net pas. Mijn telefoon stond op stil. Ik zat in een bespreking. Ludo en Vincent zijn onderweg hier naartoe. Ze kunnen elk moment hier zijn. We hebben ongeveer 1 minuut meer uit te komen. Als jij het Vincent echt had willen vertellen, dan had je dat al lang kunnen doen. Ik ga het ook zeggen, maar ik heb gewoon de kans nog niet gehad. Papa, sms net. Ze zijn er over een paar minuten. 1 dag. Alsjeblieft. Nee. Nina heeft een feestje voor hem georganiseerd. Ja. En? Zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Wat maakt 1 dag nog uit? Maxime, luister naar me. Je maakt het echt alleen maar erger zo. En ik kan het niet, hoor. Daar dadelijk gaan zitten en doen alsof er niets aan de hand is. Nou, dan ga je naar huis, dan zeg je dat je hoofdpijn hebt. Als je niet trekt, moet je er sowieso niet bij zijn. Die borrel kan helemaal niet eens doorgaan onder deze omstandigheden. Ik heb alles aangedaan om Nina op andere gedachten te brengen. Ja, behalve de waarheid vertellen. Ik kan Nina toch niet inlichten, terwijl Vincent het zelf nog niet weet. Uitvluchten aan het verzinnen nu. Echt niet. Alsjeblieft, Jen, ga naar huis. Geef me deze dag nog. Kunnen jullie nou nooit eens normaal doen tegen elkaar? Schat, ik denk dat het beter is dat ik er niet bij ben vandaag. Ja, jij bent er wel bij. En Maxime ook. En jullie doen allebei gezellig. En? Ja, leuk. Leuk. Ja, schat, het ziet er allemaal prachtig uit, maar eerlijk gezegd denk ik... Te? Hoezo? Ja, hij is natuurlijk in een rouw. Ik heb expres witte bloemen. Het is helemaal goed, schat. Hebben jullie geen cadeautjes? Jawel, natuurlijk wel. Zit in mijn tas? Ja, pak het dan. Zo. Lieverd, echt, ik weet niet of dit nou zo'n goed idee is. Nou, begin jij nu ook al? Maar hij heeft heel duidelijk aangegeven dat hij er niets aan wil doen dit jaar. Nee, sinds wanneer trek jij je van zoiets iets aan? Nou, hij meent het. Nou, ik zou het vreselijk vinden als niemand iets aan mijn verjaardag deed. Ook al had ik nog zo vaak gezegd dat ik het niet wilde. Ja, misschien zit Vincent anders in elkaar dan jij. Ik ken Vincent wel wat beter dan jullie, hè? Maar waarom gaan jullie niet lekker samen lunchen? Dat is ook... Ja. Toch? Dat is een goed idee en dan geef jij onze cadeautjes namens ons. Ja, ik heb Sjoerd ook... Te laat, we gaan het gewoon zo doen. Hé, hey, sst! Nou, verstop. Surprise! Surprise. Maak je pijn over, man. Oh, je dacht toch niet dat we hiermee weg lieten komen, hè? Jij zat ook in het complot. Oh, nou, maak het kaarsje aan. Steek het kaarsje aan. Hé, hey, die ken ik. Ik weet dat je eigenlijk helemaal niks wilde doen vandaag. Maar ik weet ook dat je moeder niet had gewild dat we deze dag zouden overslaan. Ik ben ook ontzettend blij dat ik haar gekend heb, ook al was het kort. Ah, kijk. Alsjeblieft. Papa. Ik zeg proost op Vincent. Cheers. Daar ga je. Dankjewel. En natuurlijk op onze relatie. Nou, we blazen, hè? Een eerste lens doen. Goed. Mijn grootste wens die is al uitgekomen. Mm. We hebben echt zo lang om elkaar heen gedraaid. Terwijl we eigenlijk al van begin af aan wisten dat we voor elkaar vielen. En jij weer denken dat het niks zou worden, hè? Nou moet je ons nu zien. Ja. Nou ja, dat was omdat... Omdat Vincent zo lang heeft afgehouden, toch? Maar was gewoon bang voor zijn gevoelens. Maar ja, we horen gewoon bij elkaar. Dus ik hoop dat ik nog 60 verjaardagen met je mag meemaken. Of wat zeg ik?
100. Voordat je verder gaat. Moet je misschien de taart aansnijden? Ja, de jongen kan toch niet speechen met zijn mond vol? Hij hoeft niks te zeggen. Nou, ik wil graag wat zeggen. Ik wil jullie allemaal bedanken. En niet alleen voor deze mooie verrassing, maar ook voor jullie steun de afgelopen 2 weken. Ik zal het voortaan zonder mijn moeder moeten doen. Maar ik heb er wel een fantastische schoonfamilie bij gekregen. Ludo, wat ik van jou op zakelijk gebied heb mogen leren, dat is echt een cadeau. En daar heb ik mijn leven nog plezier van. Dankjewel. En Maxime, er zijn tijden geweest dat ik jou een wat rare vrouw vond. Maar inmiddels begrijp ik volkomen waarom Nina en Lucas stapel zijn op jou. Jouw betrokkenheid is zo groot en oprecht. Dit gaat gewoon niet meer. Ga anders even liggen. Ze heeft hoofdpijn. Nee. Nou, geen sprake van. Jij gaat gewoon weer zitten. Er is iets aan de hand. Ze heeft helemaal geen hoofdpijn, want er is hier wat tussen die twee. Nou, je zet je er maar gewoon overheen. Het is nog maar een uurtje, dat trek je toch nog wel? Dit kan niet langer wachten. Laat hem nou gewoon zijn speech afmaken. Nee. Ik wil iets zeggen. Dit kan niet wachten. Niet meer. Vincent, het laatste dat ik wil is jou verdriet doen. Paula is niet je moeder. Zoals je pleegmoeder. Ik ben je echte moeder.